Er is opnieuw gezocht in het water bij de Schuitvaartgracht in Vlissingen naar de sporen van de schietpartij van afgelopen zondag. Uit meerdere verklaringen blijkt dat op die plaats iets zou moeten liggen. We hebben afgelopen zondag met duikers van het arrestatieteam gezocht. En die hebben het zeg maar op de tast gedaan. Nu doen we het met een magneet. Dus we zijn op zoek naar metalen voorwerpen. En we hopen dat we die boven water krijgen. U bent op zoek naar het vuurwapen? Ik begrijp dat u die vraag stelt, maar ik hou het voorlopig even op sporen. Die zoeken we. De voorlopige verdachte van de schietpartij blijft nog 2 weken langer vastzitten. Dinsdag 4 oktober beslist de raadkamer of de man nog langer in voorlopige hechtenis blijft.